Yes, strijders, uitstekend dat jullie nog zijn blijven hangen. We gaan door met het tweede gedeelte, het tweede streamje van vandaag eigenlijk. Hij bleef even hangen net. Je hebt gezien, we zijn eigenlijk al 2 uur bezig. De hele poolfase zit erop. Konoplyanka was binnen tussendoor. Dus we zijn er weer, jongens. En we waren met meer dan 200 mensen aan het kijken. Ik hoop dat er meer zoveel mogelijk terugkomen. Maar goed, al zijn het er een paar. Hartstikke leuk dat jullie kijken. Link van het toernooi heb ik zeker, Mark Evers. Die ga ik je even geven. Even kijken. Terwijl ik hier mijn verhaal natuurlijk nog heel eventjes... kijken zo, met beschrijving of ik moet aanpassen. Guusje, die komt uit Arnhem lachen. We gaan dus zo door met de knock-out fase van het Gamer Cup toernooi. Ik ga je inderdaad even het linkje van het toernooitje geven. Dat gaat goed komen. Die heb ik hier in de beschrijving staan trouwens. Als je de beschrijving even checkt. En dan de eerste grote alinea. Daar staat hij, Mark Evers. Dus... Goed, ik denk maar dat hij doet, hè, jongens. Kunnen jullie hem allemaal, allemaal goed verstaan? Ik heb een nieuwe kapsel. Ja, ik laat mijn haar een beetje lang groeien, Sunny. En Galet zegt, hoezo ben je eigenlijk weg uit Arnhem gegaan? Ja, ik moest elke dag op en neer reizen van Arnhem naar Amsterdam. En dat zag ik op een gegeven moment niet echt meer zitten. En ik woon nu super mooi in Amsterdam. Dus dat was, die keuze was snel gemaakt. Even kijken of de knockout boom er al op staat. Ik ben dus tweede geworden in de pool voor mensen die laat inschakelen. We hebben al een hele stream erop zitten. Al 2 uur lang gestreamd. En nu gaan we dus door met de knockout fase. Het kan nog wel even duren. Ik ben benieuwd of de loting al bekend is. Upcoming matches. Ja, de loting is bekend. En dat betekent... Even kijken. Jullie kunnen meekijken. Hè? Kijk, check die link in mijn beschrijving, jongens. Gamercup.nl. Ik zet hem nog eventjes in de chat trouwens. Dan kunnen jullie echt meekijken. Dat is wel leuk. Hops. Hatse flats. Finn van Abelen. Ik wil je wel shout-out geven. Hier, dat linkje moet je even checken. En dan moet je even een beetje pielen. Maar als je dan full bracket ziet... Je moet gewoon even naar matches, bla bla bla. Dan kom je er wel. Dan zie je mij helemaal onderaan. Ik moet tegen een Oostenrijker. Valentin Körner. Nooit van gehoord. Ik wist niet eens dat er een Oostenrijker meedeed. Maar goed, oké, dat is gevaarlijk. Dat is gevaarlijk. Dus daar gaan we, jongens. Ik ga hem toevoegen. Valentin Körner. Ik ken hem niet. Maar hij is dus derde geworden in zijn pool. Dat is een ding dat zeker is. En het zegt niks, hè. Want hij zat in een sterke pool, denk ik. Het zijn alleen maar goede pools bijna. Dus ik moet op mijn hoede zijn. Grazoa. Dat is een beetje zijn gamertag. Zijn PlayStation Network ID. Ik ben op mijn hoede. Een Oostenrijker. We zitten dus bij de laatste 16 nu, jongens. Van het Gamercup toernooitje. Linkie heb ik net even in de chat gegooid. Daar kunnen jullie het toernooi volgen. Als ik deze pot win, dan ga ik dus naar de kwartfinale. Goed, Grazoa heeft mijn vriend vriendschapsverzoek geaccepteerd. Dat betekent dat we kunnen gaan spelen. Volgens mij is de stream goed, hè, jongens. Alles loopt lekker. Alles loopt top. Ja, geen freeze. Dan gaan we lekker naar online vriendschappelijk. Super dat jullie weer met zoveel mensen zijn blijven hangen. Nu weer kijken. Grazor, we gaan hem uitnodigen. Hatse kidee, hatse flats, hatse flats. Veel succes, Mina Kinnaer. Dankjewel, jongen. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Super voor jullie support, jongens. Bedankt. Jordi Pilaat zegt, je gaat verliezen. Zou kunnen. Zou kunnen. Maar ik ga mijn best doen om het te voorkomen. Ik heb vertrouwen dat het goed gaat komen. Ik ga heel even kijken. Nee, dat ga ik, ja, ik ga wel even kijken wat hij allemaal in zijn poolfase heeft gedaan. Matches, groups, all groups. In welke groep zat hij? Hij zat in die groep inderdaad. Bij Wahed en Kai de Graaf. Kai de Graaf ken ik niet. Maar Wahed, dat hij tweede is geworden, dat zegt wel wat. Hij heeft flink verloren van die Kai de Graaf. Gelijk gespeeld tegen Wahed. En flink gewonnen van Ugo Gunner. Dus ja, lastig. Lastig, lastig. Hij heeft het gemiddeld gedaan eigenlijk in die groep. En is dus derde geworden. Hij speelt met Real, dat is geen verrassing, dat doet bijna iedereen. Ik behoud me vast aan mijn formatie, dat gaat lekker vandaag. 3 potten ermee gewonnen. En 1 pot tegen Quinten, wat gewoon een nationale topper is, gelijk gespeeld. En ik had net iets, wat mij betreft was ik net iets sterker in de wedstrijd. Dus ik ben tevreden over hoe het gaat. Messi op 10, dat is ook prima. Misschien moeten we hem alleen even iets meer voorin laten houden. Ja, dat is prima. Voorin blijven, backs laat ik altijd achter. Die stuur ik vanzelf aan naar voren. Trouwens, wat doe ik nou eigen tactiek? Nee, dat doe ik niet. Ik doe gewoon standaard tactiek Barça. Dat is prima tactiek namelijk. Instellingen staan verder goed. Dan gaan we, jongens. Vamos. Let's go, let's go, let's go. Knockout fase, online toernooitje. Het gaat om geld, het gaat vooral om eer. En het gaat erom dat ik lekker op niveau blijf door zo'n toernooi te spelen. Ik ben al heel blij dat het gewoon vanavond goed gaat. Ik heb Konoplyanka gewoon eventjes gefixt bij de futties. Jullie gaan later deze week gewoon sowieso nog video's op mijn kanaal zien van de andere futties. Futty cups. Ga ik zeker natuurlijk gewoon proberen te halen. En dat gaat ook lukken, kan ik je vertellen. Want ja, al gaat het een keertje mis, dan ga ik het daarna nog een keer proberen. Maar nu,
Dus, de 8e finale. Knockout fase. Het is best of 1. 1 potje. Winnen of verliezen. Door naar de kwartfinale of eruit. Neem het me niet kwalijk, jongens. Ik ga me focussen. Nu is het echt leven of dood. Dus zet lekker een muziekje op de achtergrond. Want ik ga niet heel veel meer praten in tijdens de knockout fase. Dat is een ding dat zeker is. Het is veel te belangrijk dat ik gewoon die potten win. Dus zet lekker een muziekje aan, jongens. Of wat dan ook. Hou jezelf bezig op een of andere manier. Ik ga nu niet zo heel veel meer zeggen. Dus dan weet je dat. Neem het me niet kwalijk. Als mensen straks zeggen, nieuwe mensen in de chat vragen waarom zegt hij niks. Reageer dan maar van hij is zich aan het concentreren. Zet zelf maar een muziekje op. Oké dan. Dus de actie nou maar. Oh, hij komt net tekort. Oh, wat een kans. Messi, fuck. Die had al moeten zitten. Hij komt net een teenlengte tekort, zeg. Deze had gewoon moeten zitten. Gaat lekker naar zijn linker. Ah. Jongen. Had al 1-0 moeten staan. Fuck, wat een goal. Net te veel ruimte om te schieten, die Games. Ik rolt hem er heel lekker in. Zonde, kom op. Overtreding, kom op. Zonde. Ah, wat doe je? Nee, joh. Ah, wat slecht! Zo slecht. Speel ik met zo'n truc op het middenveld. Staat hij met 1 paas. Ah, kom op, hé. Hier, dat zijn goals. Dat zijn goals. Wat een lekkere aanval, zeg. Een lekkere aanval.
Oef. Lekker Messi. Een actie. Ah, die Marcelo is veel te sterk. Hè? Goed. Nee. Oh, matig, matig. Geen met spel. Flikker op, hé. Fuck, joh. Meen je niet. Oké, jongens. De pet moet op, dat is duidelijk. Kom op! Kom op, man! Strijdensysteem. Kom op nou, even niet zo'n domme goals weggeven, hé. Alsjeblieft, man. Hou gewoon lekker die focus. Eén doelpuntje nodig en dan ben je er weer. Kom op, hé. Fucking domme goals, joh. Scheidzee! Oh, smerig, joh. Fuck. Oh, lat. Oké, jongens, spannende pot. Niks aan de hand. Domme goals weggegeven. Hij is aanvallend goed. Dat moet ik eerlijk zeggen. Hij is aanvallend echt een goede speler. Verdedigend is hij niet super. Die goal, vooral die goal van Neymar. Je zag hoe makkelijk ik langzaam kwam met die voetbal. Ik hou nog heel veel 5-2-2. Gewoon nu gefocust in de verdediging. Want er is echt niks aan de hand. Kom op, joh. Tuurlijk. Ik ben alweer. Scheids? Ja, hij legt hem op de stip. Ik wist het. Kom op dan. Lekker laag in het midden, een beetje half. Ja, lekker. Die zit er zo vaak in. Ik weet het, jongens, hij zat eraan. Maar als je hem zo laag tussen het midden en een hoek in doet, gaat hij er heel vaak in. Oké, lekker. 3-3. Kom op. Super dat jullie met zoveel mensen aan het kijken zijn, jongens. Geef me support. Jullie zijn strijders. Nee, maar. Oh, wat een lekkere actie is dit. Wat een lekkere actie is dit. En komt Messi net weer tekort. Ah, wat een heerlijke actie. Die moet er dan gewoon in, hè. Die moet je dan gewoon belonen. Echt de tweede keer deze wedstrijd. Ook in de eerste minuut. Dat Messi net zo'n teenlengte tekort komt. Echt zonde. Meeverdedigd Suarezje. Doe je heerlijk. Zo.
Kom op. Lekker, Mathieu. Heerlijk. Kom, Messi, alsjeblieft. Laat die tenen even groeien. Die nagels, laat ze gewoon even groeien. Want je komt elke keer net tekort, man. Goed voor je gehouden. Heerlijk. Kom op dan. Geef maar mee. Oh, wat is dit? We zijn in Neymar. Maar goed, dit is ook prima. Oef. Lekker gewacht. Het is daar druk, hè? Ah! En nu hebben we veel man voor de bal. En dat is gevaarlijk. Overtredingje maken? Nee, ook niet. Ah! Kom op! Lekker verdedigen, Mathieu. Niet kutten nu. Niet kutten nu. Lekker, Piqué. Wat lekker. Good. Heeft hij hem weer. Voor de tweede keer dat hij hem lucky meekrijgt. Goed, jongens. We staan goed te verdedigen nu. Lekker, waarom hoor. Luis. Oeh, ik begin zweethandjes te krijgen, jongens. Het wordt spannend. 300 kijkers. Jullie vinden het ook spannend. Achtste finale. Laatste 16 dus. Heerlijk. Oh. Ik kan hem net niet lekker terugleggen. Ah, heerlijke ingooi, zeg. Perfect uitgevoerd. Ah, die Piqué speelt wel sterk. Hey. Voorspelbaar. Scheids, nog een overtreding dan? Niet? Oké, dan maar door. Dan maar door. Ik kom een beetje met. Tweede helft is helemaal van ons hoor. Ik wil niet veel zeggen. Tweede helft is helemaal van ons. Oh, dat had ik niet moeten doen! Oh, fuck, te moeilijk. En goed verdedigd van hem in dit geval, moet ik eerlijk zeggen. Nou, doei. Oef. Lekker Iniesta. Lekker dit. Nee, win hem dan net wel. Juist. Juist. Ho. Het is spannend. Oké, afgelopen jongens, dat betekent dat we een rematch moeten doen. En volgens mij is het dan goal to goal, maar ik weet het even niet zeker. Even kijken. Hier even in. Ik vraag nu even in de chat wat er gebeurt bij gelijkspel. Oh, dat is een spannende pot zeg. Wel lekker dat ik ben teruggekomen van 3-1 uit 3-3.
Ik wacht nu heel veel op het antwoord van Golden Goal. Oké, dus Golden Goal, jongens. Dat betekent dus de eerste, ja, gewoon degene die op 1-0 komt straks, die is door. Die is door naar de kwartfinale. Oké, moeten we misschien... Weet je wat ik ga doen? Ik ga niet meer verdedigend spelen. Gewoon ook Real. Ik ben dus wit, jongens. De witte shirts. En wat we gewoon gaan doen. Gewoon lekker rigoureus. Boeit niet. We gaan gewoon lekker 4-2-4 spelen. Je moet als eerste scoren. Dus dan maar gewoon vol op de aanval. Dat doe ik dan het liefst. Even kijken hoe ik dit neer ga zetten. Ik ga het zo neerzetten. Dan heb je deel van alles op de kant. Zo ga ik het neerzetten. Rodriguez, Modric. Het is heel aanvallend, daar ben ik me van bewust. Maar goed, het is gewoon de eerste die scoort, die wint. Dus ik ga gewoon vol op de aanval meteen. Overrompelen dan maar. Niet te veel druk. Dan is de verdediging, staat de verdediging te hoog. En dan kan hij ook weer kankeren. Dus zo gaan we het doen. Even kijken of de stream nog goed is. Volgens mij wel. Nee, geen verlenging, jongens. Dat kan niet met online vriendschappen. Jullie zitten met 330 mensen te kijken. Hartstikke fantastisch. Echt hartstikke fantastisch. Het is ook razend spannend. We spelen tegen een hele goede Oostenrijker. Wat stond hij in één keer 3-1 voor. Maar ik ben teruggekomen. Blijven strijden. Je weet het, jongens. Het is mijn handelsmerk. Gewoon blijven strijden. En dan zie je wat er van terecht kan komen. Kom op. We moeten dus als eerste scoren. Golden goal. Focus. Ik ben wit. Ah, nee, dat moet hangen. Fuck, hé. Hey. De kans. Dan moet je het wel doen met die overrompelingstactiek. Dan moet je ze wel afmaken. Cazzo. Cazzo, cazzo. Heerlijke overtreding. Is geen rood, denk ik. Gewoon geel. Prima overtreding. Lekker Bassie. Goed dat je kijkt. Thanks voor je support, maatje. Is het spannend? Wat gaan we doen? Daar meegeven of helemaal niet meegeven? Lijkt er niet op. Dit kan ook nog. Natuurlijk. Nou, pak lekker uit, hè. Goed, Modric. Kom op, Bill, alles. Come on. Come on. Tweede paal. Oh, net niet. Valt die leeg. Valt net niet lekker. Goed, Carvajal. Heerlijk, zeg. Heerlijk. Scheids. Vrije trap. Hoi, 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 hoi. Hoi, 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 hoi. Nee! Het zijn kansen allemaal. Spannend, hè, jongens. Spannend, spannend, spannend. Golden goal dus. Goed, Ronaldo. Wat een zieke actie. Ah, hoe kan dit nou allemaal? Die moet gewoon hangen. Ga Messi dan met rechts? Nee, fucking ziek. Als je hem niet maakt, dan gaat hij hem maken. Kom op. Die overrompelingstactiek werkt fantastisch, 4-2-4. Ik weet niet waar hij het zoeken moet, maar dan moet ik wel die kans afmaken. Anders doet hij het straks. Lekker Modric, wat ben je aan het bikkelen, gek. Nee, Koen, niet doen daar. Dom, die truc op het middenveld. Vamos!
Lekker jongens, het zit een keertje mee. Goeie tactiek. Hier word je zo blij van. Lekker van team gewisseld. Overrompelen. Zo verdiend, ik had al 4 keer voor moeten staan. Vamos, vamos, vamos. Oh, heerlijk jongens. Fantastisch. Dit is het allermooiste aan FIFA. Als het spannend is, dan gewoon verdiend die overwinning pakken op dit soort momenten. Het was misschien lucky, maar kerel, ik had al 3 dikke kansen gehad. Wat was dit een goede tactiek. Lekker. Hier word je blij van, jongens. En fantastisch dat jullie... Loopt mijn mond achter? Oh. Ik zie een beetje reacties dat het geluid een beetje raar achter ligt of wat dan ook. Maar heerlijk, jongens. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Rick van den Broek, leuk dat je kijkt. Rick van den Broek is een jongen. Ik heb jullie erover verteld, jongens, in deze of in de vorige livestream. Die komt donderdag langs en dan gaan we om €100 een beste 3 spelen. En dan gaan we ook live uitzenden. Dus ga dat allemaal checken. Maar nu zitten we dus in de kwartfinale bij Gamer Cup. En dat is lekker. Want wat was hij goed? 3-1 achter in de reguliere speeltijd. Terug naar 3-3. Goal en goal. Zo verdiend die 1-0 maken. Lekker zeg. Tactisch goed gespeeld. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Oké dan. En dan is het nu even wachten. Nou, ik moet hem hier doorgeven. In de goede chat. Dan moet ik nu, denk ik, even zien hoor. Tegen wie ik moet in de volgende ronde. Full bracket. Ja, dan moet ik... Oh, ik moet tegen Casey van Ossen. En die doet het heel goed vandaag. Ik ken zijn naam. Hij zit ook bij dat Easy Visualize. Hij is volgens mij geen profspeler, maar ik ken hem zeker. Hij doet het fantastisch vandaag. Hij heeft zijn vorige ronde 4-1 gewonnen. Dus dat is uitstekend. Mijn tegenstander zegt, good game Koen, twice a 2-goal lead. Hij stond 2-1 voor. Aardig dat hij goed reageert. Je hebt wel eens mensen die helemaal lijp worden als ze eruit liggen. Die echt gaan schelden of je helemaal kapot gaan maken. Dat doet hij gelukkig niet. Oké, Casalinho. Casey van Os dus. Volgens mij heb ik hem al wel als vriend. Gaan we even checken. Hij staat hier niet tussen. Even zien. Zoiets. Ja, Casalinho. Casey van Os. Teamgemeenschappelijke vriend. Nou, dan weet je dat het klopt. Dat zijn dus al die mensen die altijd meedoen aan de toernooien. Oh, jongens, wat lekker zeg. Wat lekker, wat lekker, wat lekker. Chevan zegt, mijn poes die dood is gegaan vandaag heette Bas, Koen. Is je poes dood gegaan vandaag, Chevan? Klote, man. Echt klote nieuws. Gecondoleerd daarmee. Even Bas, Jordan, weet je nog toen we tegen elkaar speelden? Hé, hey, kijk, Jordan ook, FIFA Zlatan. Wat lachen dat jullie allemaal kijken, jongens. VV Bas, VV, FIFA Zlatan, allemaal in de house. Heerlijk. Hé, hey, FIFA Zlatan, had je mijn Skype-berichtje gezien, of niet? Ik had je wat gestuurd. Ah, kijk, hij heeft ondertussen gereageerd. Ik zie het nu. Lekker basie, heel goed. Ik zal hem straks even gaan lezen. Maar eerst nu dus de kwartfinale. En als Casalinho heeft gereageerd. Hij is mijn vriend nu. Perfect. Dan gaan we spelen. Oh, hij is goed. Ik moet weer goed geconcentreerd beginnen. En het belangrijkste is... Ik ga nu gewoon weer terug naar die 5 verdedigers met Barca. Want dat ging op zich allemaal prima. Ik gaf de goals net iets te makkelijk weg. Maar het ging prima. Oh, wat was dat lekker, die tactiek. Dat ik gewoon 4-2-4 Real. Totaal andere tactiek natuurlijk. Maar ik moest scoren. Dat is ook FIFA natuurlijk. Het is niet alleen maar... de acties en goed af kunnen maken en dat soort dingen. Het is ook weten hoe je moet spelen op welk moment. Maar goed, ik ga dus weer naar Barça. En ja, wat zijn jullie weer met veel mensen aan het kijken, jongens? Ik zag net dat we de 400 zelfs hadden gepasseerd. Dat is echt ongekend. Dat heb ik volgens mij nog niet vaak gehad met de livestreams. En de 10.000 abonnees gepasseerd gistermiddag ergens, geloof ik. Op zondagmiddag. Echt super tof. Pak Bayern, maat, zegt Bassie. Ja, Bassie, ik wil wel Bayern pakken, maar Barça 5-2-1-2 is gewoon echt lekker. Is gewoon echt lekker. Daar speel ik nu even het beste mee. Vandaag gaat het goed. Nog geen enkele mee verloren, dus dat is allemaal prima. Sorry, ik word koud hier trouwens. Ik ga denk ik even een truitje aan doen. Ja, dat stond verder goed. Messi voorin blijven. Dex achter blijven. Top. Oké, jongens. Het is ook alweer 9:45, jongens. Voor het latertje. Toch een hele aparte sfeer. Ja. Ja, Bas is er. Ja, dan krijg je die opmerking natuurlijk. Oh.
Oh shit, staat Busquets er nog in? Oh shit, scherp van jullie. Dan gaan we dat even aanpassen. Op zich maakt het niet heel veel uit. Maar dan zet ik Busquets wel in het midden. Thanks jullie, ik heb echt wat aan jullie. Jullie supporten me echt op elke mogelijke manier. Dat is echt top. Busquets staat wel gewoon in het midden, dat is op zich prima. Ik vind Mathieu wel lekker, hij is snel en gewoon goed. Maar dit kan verder ook wel, dat is prima. Thanks voor het doorgeven jongens, jullie zijn de beste. Jullie zijn mijn strijders. Daar gaan we. Kwartfinale dus van de Gamer Cup. En zo zijn we echt al met al zo'n 2,5 uur, bijna 3 uur aan het streamen. En op deze stream staat weliswaar een half uur, maar dat komt omdat we het even in twee delen doen. En ondertussen moet ik natuurlijk ook geconcentreerd blijven. Casey is natuurlijk een goede speler. Ik moet niet te veel gaan lullen jongens. Ik ga weer in de focusmodus. Goed Iniesta. Ah. Oh, het zat hier weer meer in. Uitgespeeld. Heel matig. Oeps. Nou, ja, doei. Gaan we jongens, kwartfinale dus. Full focus modus. Als er mensen vragen waarom zegt hij niks, laat het maar weer weten. Even een reactie eronder. Alles draait om de winst. Oef. Nee, buitenspel. Ik dacht al. Ik dacht al, dit mag niet door. Niks aan de hand. Oeh, wel randje trouwens zie ik nu. Nee. Ha. Goed. Ook een lekkere bal in Iniesta, heerlijk. Lekker Mascherano, jongen. Klasse. Zo, de muggen vliegen hier allemaal door het beeld. Misschien dat jullie ze zelfs wel zien. Lekker. Lucky, ervoor. Ja! Luis Suarez. Heerlijk. Goeie actie achterlangs van Iniesta. Tief op mugjes. Sorry, mag ik niet zeggen. Donder op. 1-0. In de kwartfinale. Dan kan het nog wel eens een mooi toernooi worden. Maar de focus moet ik behouden. Lekker. Ja, tuurlijk, Messi.
Dos a cero. Zo doen we dat. We zitten lekker in, jongens. Heerlijk. 2-0, 2-0. Zo doen we dat. Come on. Steeds gewoon die focus behouden. Voor mensen die later in zijn geschakeld. Ik zit nu in de kwartfinale van een online toernooitje. Het gaat om geld, het gaat om eer, het gaat om alles. Heel hoog niveau, nationale en internationale top aanwezig. Als je denkt, wat zegt hij weinig? Dat klopt. Want ik ben full focus. Goed. Goed. Wat een aanval! Oh, dan is het heel kut dat hij er in de rebound ingaat. Maar wat een aanval! Holy shit! Ah, dit is zo'n wat een driehoekje. Neymar, Rakitic, Suarez en ik door. Oké, dan gaat hij er niet in één keer in. Ja, vind je het gek met Neuer, maar... Voor jullie, jongens. Strijden, strijden, strijden. Ho, ho, ho. Heerlijk, zeg. Nog steeds gewoon gefocust blijven spelen. Je hebt het net gezien. Ik kom zelf van 3-1 terug. Je bent er echt niet. Op dit niveau ben je er nooit. En Casey is een goede speler. Is niet voor niks in de kwartfinale gekomen. Gewoon doorstoten. Ja, jongens, wat gaat het lekker! Heerlijk zeg! Dit noem je geen Jantje, dit noem je gewoon een koentje. 4-0 voor rust. Bam! En dat in de kwartfinale. Wat is dat lekker dat we die pot net gewoon goed hebben beslist. Dan zijn we zomaar 2 rondes verder, zeg. Wat lekker. Wat lekker. Bas, jongen, sorry, ik check niet alle reacties. Ik kan het niet bijhouden. Ik ben te gefocust daarvoor, maar ik zie dat... Bassie de sfeermaker is. Ik ben blij dat je mijn chat goed bezighoudt, Bassie. Je bent een echte vriend. Dat doe je heel goed. Ondertussen 4-0 voor jou tegen Bayern. Wat dat betreft blijf ik met mijn eigen keuzes. Het ging lekker vandaag met Bayern. Barça, 5 verdedigers. En ja, waarom afstappen van een winnende formatie? Nee, maar lage voorzet, die komt er niet. Omdat ik blijkbaar niet goed 3 keer druk. Maar 4-0 met rust, wat gaat dit lekker? Gewoon nog steeds focus houden. 5 verdedigers blijven. Casey wordt weggespeeld. Ik had het beter gedaan, zegt Bassie. Ja, ik zou zeggen, schrijf je in voor Gamercup, Bas. Want als je daar ver komt, dan heb je mij toch voor eens en altijd bewezen dat je gewoon eigenlijk een hele goede FIFA-speler bent. Tegen mij komt het er niet altijd uit. Maar dan heb je wel bewezen. Busquets, het gaat eigenlijk goed, hè? Je mag met Busquets. Dus hou we zo. Eigenlijk per ongeluk dat ik Busquets erin heb gezet, maar hij is prima. Team Strijder inderdaad, jongens. Simon B, ik wil je naam best wel zeggen. 370 kijkers inderdaad, al de hele tijd. Het is echt, ja, die ruis. Ja, sorry jongens. Sorry van de ruis. Ik kan er nu even niet zoveel aan veranderen. Er is een betere microfoon onderweg. Maar, ik hoop dat het meevalt. Dat niet iedereen er last van heeft. Maar, ik kan er helaas even niks aan veranderen. Anders moet je gewoon het geluid uitzetten. Ik ga toch niet, ik zeg toch niet zo heel erg veel. Zet lekker muziekje op. Het gaat om het beeld. Het gaat om het hoge niveau van FIFA dat je hier ziet. Iets beters kan ik er eventjes niet van maken. Ik ga nu weer in de focus, want je weet het nooit. 2 goaltjes zijn zo gemaakt en als het 4-2 is, dan is alles weer mogelijk. Hij zal nu geen vertrouwen hebben. Daar moet je ook natuurlijk goed mee omgaan. Hij heeft geen vertrouwen nu. Hij zal snel naar voren willen spelen. Niet meer rustig in zijn hoofd. Dat ben je namelijk gewoon niet bij 4-0. Je hebt of de hoop al opgegeven, of je hoopt er nog wel op, maar je speelt veel te gehaast. Dus daar moet je mee omgaan. Daar moet je als... Spelen die voor staat juist weer slim mee omgaan. En hem niet terug laten komen in de wedstrijd. En hem juist daarmee weer hoop geven. Niks aan de hand, scheids. Goed gezien. Cornertje. Bas, ja, wat kun je winnen bij Gamercup? Ja, ik weet niet precies wat de hoofdprijs is vandaag. Maar dat is meestal een paar honderd euro. Sowieso gewoon leuk. Leuk om op hoog niveau te spelen.
Je houdt je eigen niveau op peil. Jullie hebben allemaal de wedstrijd gezien, waarschijnlijk tegen Fosso Mensa. Ik ging er even af. Toen besefte ik weer eventjes van ja, ik moet wel veel blijven spelen en veel op niveau blijven spelen. Want dit soort dingetjes, die mogen natuurlijk niet te vaak gebeuren. Nee, maar. Iets te lang doorgevoerd, maar ik hou ervan. Lekker een beetje kloten. Het is niet eens bedoeld om hem te vernederen, maar ik vind dat ook gewoon lachen. En ja, soms maak je gewoon dan op ineens een mooie goal. Costa. Kom ik goed weg? Nee, kom ik niet goed weg. 4-1. Kijk, dit bedoel ik dus. Nu weer. Gewoon die focus vast daar. Ik ga ultra defensief spelen. Hij heeft nu weer een spankje hoop. Dus nu is het oppassen geblazen. Nu moet ik gewoon tot zeker de 75ste minuut geen tegendoelpunt krijgen. Dit zijn toch alweer aanvallen. Och, och, och. Al zeg ik het zelf. Ik wil niet arrogant doen, maar heerlijk. 5-1. Als het nog niet zeker was, is het dat nu wel weer. We gaan naar de halve finale, jongens, straks. Halve finale Gamer Cup. Online toernooi. Geld en eer te winnen. En dan zal ik straks tegen een goede naam komen. De halve finale zitten alleen maar goede spelers. Kwartfinale is eigenlijk ook al. Casey heeft het natuurlijk ook fantastisch gedaan vandaag. Maar ja. Niet iedereen kan door naar de halve finale. Goh, nee maar. Ja jongens, we gaan naar de halve finale. Nog heel eventjes. Geduld, pak even wat te drinken, pak een lekker cookie, pak wat chips, pak wat popcorn, wat je wil. Straks gaat het echt heel spannend worden. De finale plek zou toch wel weer eens lekker zijn. In zo'n groot toernooi. Ja, niet per se groot, maar gewoon grote namen die eraan meedoen. Ik laat in elk geval weer eventjes zien dat ik nog zeker tot de top behoor. Goeie bal. Ja jongens, heerlijk. Weer ruim meer dan 360 kijkers. Echt fantastisch met hoeveel mensen jullie me nu steunen door te kijken. Dit is te arrogant en hij pakt hem af. Maar gelukkig kan hij er niks mee. De wedstrijd loopt op zijn einde. Hij gaat nu niet meer terugkomen. 4 goals gaat hij nooit meer maken in zo'n korte tijd natuurlijk. En dat laat ik nooit gebeuren. Ja, jongens, deze week komt er nog veel meer op mijn kanaal. Hè, voor iedereen die later is ingeschakeld. Vandaag heb ik dus... ik heb al een hele stream erop zitten eigenlijk van 2 uur. Daar zat de groepsfase in van dit toernooi. Als je dat terug wil zien, kijk het gewoon terug. Die video is al... Misschien staat hij op het kanaal. Was net aan het verwerken in elk geval. 2 uur lange stream met daarin de groepsfase. En tussendoor, toen ik een rondje moest wachten... Even de finale van de Futty Cup voor Konoplyanka. Hebben we ook nog even tussendoor meegepakt. Dat was ook spannend, want dat kwam ook nog op verlenging aan. Die zit dus nog bij. Morgen... Zie je sowieso een livestream waarin ik een FUT draft speel met een vriend van mij, Maurits van den Berg. Die komt morgen langs. En even kijken, morgen ook, denk ik, de Futty Cup voor Aubameyang. Die gaat morgen ook op het kanaal verschijnen. Woensdag zien jullie waarschijnlijk, even kijken, of Futty Cup 3 of mijn battle tegen Dennis Praat van Anderlecht. En niet alle Nederlanders zullen hem kennen, maar hij is in België echt
een hele grote naam. Het is zeg maar een soort Davy Klaassen. Gewoon echt, hij is de beste speler van Anderlecht. En Anderlecht is een van de grootste clubs daar in België, voor wie het niet weet. Hij heeft er de gouden schoen gewonnen vorig jaar, in 2015. Dus het is gewoon echt een hele grote speler. En daar was ik langs in België. Die zie je dus woensdag of vrijdag op het kanaal. Futty Cups 2 en 3 zie je dus nog. En donderdag zie je dan weer mijn livestream waarin ik het opneem tegen Rick van den Broek. Die denkt mij te kunnen verslaan voor 100 euro. De winnaar krijgt dus 100 euro van de ander. Inzet 100 euro. Dat gaan jullie donderdag zien, ook in een livestream. Ja jongens, genoeg. En donderdag heb ik ook opnames met een hele mooie dame. Dus weer een nieuwe draft date op komst. En die komt dan volgende week weer online. Dus genoeg moois in het vooruitzicht allemaal. Als je nog niet bent geabonneerd, doe dat dan vooral. Terwijl ik hier nog even een Bolasie flikkie op de paalram. Het zit erop. Casalinho Casey is verslagen. We gaan naar de halve finale. Ilya Everaert zegt noep, dankjewel. Quinny G zegt Koen is wel een beetje gay. Hartstikke mooi allemaal, dankjewel. En Jovi Willijn zegt, sorry, maar Koen gaat dit toernooi niet winnen. Het zou kunnen hoor, want er zijn echt nog super goede namen aanwezig. Dus, Oké, even kijken. We gaan dus door naar de halve finale. Wie ga ik daar tegenkomen? Dat gaan we nu zien. Matches, groups. Nee, niet groups, maar playoffs. Full bracket. En dan wordt het Dwight de Deen of Demir Turkuzic. En die heeft Juninho uitgeschakeld. Juninho ook bij Easy Visualize. Dat is echt een goeie. Dus de halve finale wordt sowieso heel erg pittig. Quinten heeft het wat dat betreft wel getroffen, zeg. Mike ten Broeke, die kwam meteen in de pool. Dat werd 5-0. Die heeft gewoon Kai de Graaf. Die is weer eerst weer in zijn pool verslagen. Laurens Mulder is goed op dreef. Ik denk dat Quinten tegen Laurens Mulder zal komen in de halve finale. Ja, en ik dus tegen Wahed of Demir. Oké, jongens. Ja, ik las al eventjes Tala. Ik wil wel zeggen Tala, Ahmed Games. Koen, ik zit hier met een glas melk naar de stream te kijken. Zegt FC Danny, dankjewel. Joey Sick, waarom stream je op YouTube en niet op Twitch? Ik wil misschien ook wel op Twitch gaan streamen, maar ja, wat maakt het uit? Op YouTube heb ik natuurlijk al die abonnees al. En daardoor zien jullie het hier. VV Bas, hey, jij bent Dwight, goede speler. Dankjewel. Dwight is zeker een goede speler. Finn van den Abbele, ik wil je wel een shout-out geven. Ja, ik vind het een hele aparte sfeer, reageer weer. Absoluut. Tips geven over FIFA, dat ga ik weer doen met FIFA 17. Zodra die uit is, misschien al iets tevoren al, ga ik weer allemaal tips en tricks uploaden. Dus hou mijn kanaal dan vooral in de gaten. Allemaal tips en trickies. Die komen dan allemaal weer online. Chefan, kom, wij gaan toch nog een potje samen doen. Misschien kunnen we dan ook samen een draftje streamen. Ja, lijkt me lachen, Chefan. Helemaal goed. Bas, weet je wat waar het betekent? Hey, wat is dat? Zeg dan. Is dat zeker weer een van de Marokkaans woord of zo? Die gast is in elk geval dus een Deen, maar hij heeft inderdaad volgens mij Marokkaans bloed. Jerry Vink zegt, kom je met de baas? Ik kijk al de hele avondje filmpjes. Superleuk, Jerry. Superleuk dat je kijkt. Ik probeer al jullie dingen een beetje te lezen. Zeg shout-out naar Tala, Leo, Moussi, Mert, Emir, Furkan. Alsjeblieft. Allemaal shout-out. Kiardo van Heikoop. Zeker weten wat het betekent. Een ster? Een anus? Ik weet het niet. Lars Ostenk, ga je nog verder met FUT? Ja, gaat zeker gebeuren. Het was nu alleen eventjes allemaal andere prioriteiten. Maar FUT gaat zeker weten door. Dus houd het kanaal in de gaten. Er komen binnenkort heel veel afleveringen snel achter elkaar. Dus die gaan we deze week weer draaien, denk ik. Gewoon boef, man. Gewoon boef. Koen is strijder, je bent strijder. Ja, super. Ja, jongens, jullie moeten eigenlijk allemaal eventjes bij Gewoon Boef. Kennen jullie die? Even op zijn Instagram allemaal even taggen. Even allemaal zeggen dat hij een strijderpetje van hem moet hebben. En dat hij een potje FIFA tegen hem moet doen. Want ik weet dat Gewoon Boef graag FIFA speelt. Maar ik kan hem niet echt goed bereiken. Dus je moet eigenlijk allemaal even op de Insta van Gewoon Boef. Of allemaal, weet ik het, onder een video. Even allemaal achter elkaar. Zet het even. Oké, jongens, laten we dit afspreken. Allemaal even, ga even allemaal naar Instagram. Onder de laatste post van Gewoon Boef. Reageer er even allemaal. Ga FIFA doen tegen Koen Weiland. Dan krijg je een strijderpet. Zoiets. Doe dat allemaal even onder de laatste post van Gewoon Boef op Instagram. Dan helpen jullie me heel erg. Dan zijn jullie echt de bazen. Gewoon Boef, ik wil echt graag een keertje tegen hem FIFA doen. Gewoon Bas, man. Bang, bang. Sowieso Bas. Gewoon Bas. Is mijn halve finale tegenstander al bekend? Ja. Wahid. 3-2. Good game. Lucky you, zegt Demir. Alright. Wahid. Let's go. Heb ik nog water? Ja, ik heb hier nog wel wat water. Ik heb een beetje docht. Zoals ze in Brabant zeggen, is een dorpje in Brabant dorst. Oké.
Wow, wat is dit dan? Wat nice. Wie zei dat? Misha Kooi met een baas. Ik ben speciaal voor jou vanuit Utrecht naar Amsterdam gekomen naar huis om de stream te bekijken. Misha, dus een dikke shout-out naar jou. Je bent een echte strijder. Goed jongens, dit wordt een pittig potje. Wyatt is dus ook professional bij Easy Visualize. Heb ik hem als vriend? Ik denk het wel. Ik heb toch wel vaker tegen hem gespeeld. Maar misschien niet op dit account. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Dan gaan we even zien. Wat is zijn ID? Upcoming matches. Oké. Okay. The Kid UT. Oké. Okay. Oh. The Kid. Dat is zijn bijnaam. Hij is trouwens heel goed bevriend met de jongen die dus wereldkampioen is geworden. Hij is een van de beste vrienden van Mohamed Basha. Mohamed Basha nam volgens mij wel het ook mee naar Amerika. En daar is hij dus wereldkampioen geworden. Maar hij is een goede vriend van hem. Ze spelen veel tegen elkaar. We gaan het zien jongens. Hij is gewoon super goed. Maar ik zit er lekker in vandaag. Ik verdedig goed. Die 5 verdedigers die helpen me goed vandaag. Power shot. Zeg, ik heb het gestuurd. Perfect jongens. Je controle is bijna leeg. Ja, thanks. Ik ga er eens even een kabeltje in gooien. Goed jongens, halve finale dus. Halve finale van Gamer Cup. We spelen om geld. Ik heb al wel aardig kans op geld, denk ik. Ik weet niet wat de prijzen zijn vandaag. Kan ik dat zien? Even checken. Waar spelen we eigenlijk om? Prijzenpot. View. Waar spelen we om? Vanaf, hebben we 32 deelnemers? Nee, 16 deelnemers. Het gaat niet om superveel geld. Maar hey, het geld is geld. Dus dat is top. Volgens mij krijgt de nummer 1 75 euro als ik het hier goed zie. Misschien iets meer, maar ik denk het niet. Dus het is niet superveel. Het is geen echte vetpot, jongens. Het is geen 300, 400 euro. Maar toch. Tom van Midden zegt 150, 25. Oké, ja. Eerste plek 100 euro. Dat is zeker de moeite waard. Als ik deze pot win, heb ik dus sowieso 50 euro. Nou, is toch lekker, jongens. Is toch lekker. Is wel hitter. Ik denk het wel. Het zal toch wel. De kit, ja, oké, die is er. Dan gaan we hem uitnodigen. Dan zit ik hier natuurlijk nog niet tussen, maar weer even terug. Pa, 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 pa. Vriendschappelijk. Op een dag word je de beste, Koen, zegt Axel Vermeulen. Ja, misschien dat ik met FIFA 17 echt nog ga proberen om gewoon weer helemaal de beste van de wereld te worden. Gewoon nog 1 jaar vol vlammen. Let's go, 366 kijkers zie ik op dit moment op mijn beeldscherm. Fantastisch. Quinten zegt, zie je in de finale, maatje. Ik hoop het. Succes, win je al de finale, maatie. En dan gaan we die zieke poolpot nog even overdoen. Wat vind je ervan dat Ronaldo zwarte nagels op zijn teennagels heeft gelakt? Vraag Dutchie FIFA Overwatch Rocket League, gozertje. Ja, het boeit me eigenlijk helemaal niks. Klinkt een beetje gay, maar je moet het helemaal zelf weten van mij. Voerkan Bejas, je mag zeker een shout-out. En hoe duur is een strijderpetje? Zegt Kiardo van Heikoop. 24,95 Kiardo. Dan krijg je er ook nog een potje tegen mij bij. Je krijgt een hele mooie doos. Je krijgt een welkom bij Team Strijder kaartje. Nou, die pet is gewoon super vet. Hele mooie kwaliteit. Hoor je gewoon echt bij Team Strijder. Dus ik zou zeggen, zeker doen. Tristan zegt 10.000 abo en dan al livestream respect. Ja, zeker weet ik. Ik stream 3 keer per week ondertussen of zo. Zoiets toch, jongens? Ik ben er vaak van de partij. Goed, dit is de belangrijkste pot. Half finale, dat is gewoon of in het geld komen of gewoon weer zo net niet toernooi spelen. Eigenlijk, nou, doe ik het een beetje aan af. Want ik speel al gewoon echt een heel lekker toernooi. Zal ik gewoon maar gaan of Busquets in het midden laten? Ging me prima net. Ik laat hem gewoon hier tussen staan. Hop. Half finale winnen, dat zou toch echt heel lekker zijn. Oh, zo. Oké, ik ben er klaar voor. Wahed, dus een Deense speler. Echt een Deense topper. Vind je gewoon niet fijner dan Barça? Vraagt Thomas Everaard. Nou, ik vind Barça 5-2-2-2 wel echt chill. Goed, het gaat steeds beter eigenlijk. De achtste finale was nog ziek, bloedstollend spannend moet ik zeggen. Golden goal maakte ik af met Real Madrid, met Bill. En net ging het heerlijk. Net ging het echt heerlijk. 5-1. Goed jongens, ik ga weer in de focusmodus. Neem het me niet kwalijk. Ik ga weinig zeggen als er mensen zijn. 400 kijkers hebben we weer bereikt. Heerlijke piek. Als er mensen zijn in de reacties die zeggen, waarom zegt hij geen kut? Waarom zegt hij niks? Dat komt omdat ik in de halve finale van het toernooi zit. En dat ik me aan het focussen ben. Dus jongens, let's go, daar gaan we. Halve finale, Gamer Cup.
Lekker maschie. Heerlijke aanval. Ho! Wat een uitbraak. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Iniesta. Pff, ik schrok even. Ik dacht heel veel penalty. Ik deed niks. Ik deed ineens... Ik drukte geen enkele knop in om te tackelen, maar... Het leek heel veel alsof hij wel op het beentje ging. Scheids. Lekkere actie weer hoor. Ik heb niet veel man nodig voorin. Dat is wel echt lekker. Ik weet het jongens, ik zeg weinig. Het is halve finale toernooi. Wereldtop aanwezig. Ik speel nu tegen een van de beste spelers uit Denemarken. Denemarken is sowieso echt een extreem goed FIFA-land. Heel veel goede spelers hebben die. Het spel denk ik. Okay. Goed, nee, maar lekker ervoor gekomen zeg. Oeh, sterke actie van hem. Ik kan niet anders zeggen. Lekker Dani Alves. Dit is goed. Breek maar even uit. Dit is goed. Nee, fuck. Oké, goed. Zonder grote volgen. We kunnen weer door met de aanval. Ah, fuck. Ik kom er net niet doorheen daar nog. Heerlijk verdedigd en gewoon een doeltrap toch. Ja, lekker. Jongens, voor nieuwe kijkers, top als jullie allemaal kijken. Echt gewoon 450 kijkers, echt fantastisch. Als jullie denken, wat zegt Koen weinig, dat klopt. Ik zit in een online toernooi, het is rete spannend. Halve finale hebben we al bereikt. Vandaar dat ik weinig zeg, ik zit vol in de focus. Oh, wat is dit, een domme bal. Maar Mascherano, wat is dat een beest eigenlijk. Ik heb hem lekker doorgetikt. Wat een paas. Wat een paas. Ja, ja, daar gaat ie! 1-0! Heerlijk zeg! Wat een aanval van achteruit zeg. Begint bij Mascherano. Hij krijgt echt de kans uit mijn doeltrap. Wat een fucking lekkere goal zeg. Come on! Halve finale, 1-0 voor.
goede aanval weer. Lekker hoor. Gewoon Messi die daar gewoon verdedigt daar. Heerlijk zeg. Zo zie je het graag. Alsof ik een team heb gemaakt à la Mourinho. Gewoon Messi even mee terugverdedigen. Heerlijk zeg. Oké, scheidsrechter. Goed gezien. Goed gezien. Come on man. Messi, volle snelheid. Ramos toch te sterk. Zonde, ik gokte het erop. Misschien kom ik er langs. Het spel. Lekker. Verkeerde keuze. Scheid ze flat alsjeblieft af voor de eerste helft. Oh nee. Dom, hier zat zoveel in aan mijn kant juist. De achterlijn halen, ja. Dat stik. Geen penalty scheids. Niks aan de hand. Oké dan. Goede eerste helft gespeeld. Zie je dat? Hij heeft geen schot gehad. Niks, geen schot. Gaat heerlijk. Ja, ik ben geconcentreerd. Ja, daarom zeg ik niks. Jongens, als je denkt waarom zegt hij weinig, dat klopt. Ik ben vol in focus. Ik zit in de halve finale van het toernooi. Het gaat om geld. Ik sta 1-0 voor. Ik zeg inderdaad heel erg weinig. Bewust. Dan begrijpen jullie dat. Zet een muziekje aan voor jezelf. En geniet van het hoge niveau FIFA. Ik speel nu tegen een van de beste spelers van Denemarken. Als ik deze pot win, ik sta hier nog voor, ga ik naar de finale. En heb ik sowieso 50 euro. Oh, wat een schitterende goal. Fuck. Ik vind net het gaatje. Knappe goal. Kom op. Kom op jongens, wat is het weer spannend. Halve finale. Zijn eerste kans, zijn eerste schot op doel, zijn eerste schot überhaupt. Maar ja, het is gewoon een goede speler. Kom op nou. Blijf goed spelen. Oh. Ah, Messi, hoe kan dat nou? Lekker, goed. Wat is dat voor baggerpaas? Oh, wat zat daar veel in. Achterlijn alweer gehaald. Oeh, dit is een domme beweging van hem. Onnodig. Onnodig, want dan kunnen wij weer. Kom op. Lekker Rakitic. En weer terug. En weer terug. Tuurlijk. Mij maar overgeslagen. Maakt niet uit. Ah. Fuck. Twee goede mogelijkheden, maar net niet tot een schot gekomen. Hij weet het even niet. Aju. Kom.
kom op, we zijn beter. Tuurlijk zijn we beter. Hoppé. Nee. Dom. Zo, heerlijke beweging. Goed, Iniesta. Lekker. Rustig gebleven. Jezus, Messi. Oh. Eerst verspeelt Messi de bal voor mij en nu Ronaldo voor hem. Neymar. Neymar. Ah, oh, wat doe je nou? Weer veel meer in. Klasse, hij weet het even niet meer hoor. Vrijs, kom op nou. We zijn beter. Oh, tweede geel. Oké, dan is dit voor mij het teken om... Ja, ik wil zeggen om 4-4 te gaan spelen, maar... Met die Barca-verdediging, nee, ik moet hem op 5 verdedigers houden. Even kijken. Ik maak het in elk geval groter. Ik ga 5 verdedigers houden. Maar ik ga deze spelen. Dat ga ik doen. En ik ga hier eventjes Vidal. En... Ja, even kijken. Toch Arda neerzetten. Arda en Vidal. Kom op. Johan Hofman, je schakelt net in fantastisch. Dit is de halve finale van een online toernooi voor geld. Ik speel tegen een van de beste spelers uit Denemarken. Ik kwam 1-0 voor. Het is heel spannend. Ik zeg weinig tijdens het spelen. Slecht. En de rest praat je wel bij, Johan. Hij heeft nu in elk geval rood. Met nog een kwartiertje te gaan. Geen verlenging. Dan krijgen we golden goal bij een volgende pot. Nee, te makkelijk, Koen. Te makkelijk. Keeper, niet kloten. Heel goed. Heel goed, heel goed. Even kijken. Moet ik... Kom op, rustig spelen. Niet overhaast die bal weggeven. Dat is het domste wat je kan doen. We hebben hem al meer. Hij weet dat ook. Goeie aanval. Ah, die paas is net niet goed. Er is niks scheids, alsjeblieft. Alsjeblieft, hé. Kom op. Lekker, kom op, maak die goal gewoon anders. Eén tikje aanvallend. We gaan er gewoon voor. Hij heeft 10 man. Geen buitenspel, maar bal komt hem niet aan. Ah. Goed, Luis. Ik mag Luis zeggen, jongens. Ai, 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 ai. Goed ertussen. Jordi Alba. Nee, wat een slechte bal. Op Messi, iets sterker alsjeblieft. Ah. Nee, niet dat gaatje laten. Kepike, uitstekend verdedigd weer zeg. Wat dat betreft gaat het goed. Suarez, nog één keertje dan. Messi, laatste minuut. Laatste minuut. Messi is er omheen. Nu sterk blijven. Oké, dit is goed. Vidal, buitenom. Scheids, nee, net niet. Oh, wat is die Marcelo sterk.
Nog één keertje. Nijmar buitenom. Oh. Geen buitenspel, wel buitenspel. Ai. Wat spannend. Bijna 500 kijkers zien jullie. Het is ongelooflijk. Halve finale van het toernooi, jongens. Tegen een van de beste spelers van Denemarken. Al veel toppers uitgeschakeld. Komt nog eentje dan. Luis. Nee. Ik denk dat hij gaat fluiten. Ja, en dan gaan we gewoon diezelfde tactiek doen als in de achtste finale was dat. Ik ga nu weer 4-4 Real spelen. We moeten nu, het is namelijk golden goal. De eerste die scoort, die gaat door naar de finale. Oi. Spannend, jongens. En Tristan Luiting zet 5 minuten abonnee. Fantastisch. En zet hem op strijden, jongens. Ja, strijders. Al mijn kijkers zijn strijders. Oh, hij loopt nu vast. Ja, wedstrijd zit erop, jongens. Ik ga het beeld even opnieuw voor jullie aanzetten. Het FIFA-beeld. De pot zit er dus op. 0-0 gebleven. Of nee, 1-1. Sorry, het was 1-1. Ik ga nu dus Real pakken. 4-2-4. In de achtfinale pakte het fantastisch uit. Ik overrompelde mijn tegenstander met golden goal. Ik maakte het doelpunt met Gerrit Bill. Kwartfinale wonnen we. Wat was het? 5-1, hè, jongens. En nu een halve finale tegen Wahed, de Kid. Een van de beste spelers uit Denemarken. Ik speel in het wit als hij naar blauw wil gaan. Hij moet wel. Ja, lekker voor je. Ik speel in het wit. En nu gaan we dus weer 4-4. Volledig andere tactiek. Geen 5 verdedigers. 4-2-4. Daar heb ik vertrouwen in. Ronaldo hier. GC erin. Op die manier. Kroos eruit. Ga Mes erbij. En zo laat het staan. Deze geef ik altijd voorin blijven. Op de flank blijven. Dat is zo aanvallend mogelijk. Ronaldo achter de linies kruipen. Marcelo daar. En niet te veel druk. Anders dan staat mijn verdediging te hoog. Dat is echt te aanvallend. 29-30 druk zoiets. Maakt niet zo heel veel uit. Dan gaan we er nu voor, jongens. Golden goal. Halve finale. En als het doelpunt uitblijft. Dan weet ik eigenlijk niet wat we gaan doen. Voor mij is het nu gewoon echt golden goal. Als het 0-0 blijft nu, dan is het echt gestoord. Maar. En Kiardo van Heikop is al een hele livestream aan het kijken. Echt fantastisch. Jullie zijn nu bijna met 500 man. Echt ongelooflijk. Superleuk dat jullie dit allemaal kijken. Hassan Al-Sadaf. Kijk, er zijn ook Denen. Er zijn ook supporters voor Wahed. Let's go Wahed the Kid, zegt hij. Kom, kan ik een strijderpetje kopen? Vraagt Rick Wilders. Check even de beschrijving van deze livestream. Helemaal bovenaan zie je daar staan strijden snapback kopen, koenweiland.webshop.com. Daar kun je hem kopen, 24,95, super mooie petjes, hele hoge kwaliteit. En je krijgt ook nog eens een potje tegen mij erbij. Dus ik zou zeggen, halen dat ding. En dan hoor je echt bij Team Strijder. Ik ga weer in de focusmodus, jongens, terwijl we de grens van 501 hebben bereikt. Dat is echt fantastisch. 500 kijkers, die hebben we bereikt. Ik maak er heel veel foto's van, want dat is toch wel een magisch momentje. Super jongens, echt fantastisch dat jullie met zoveel mensen kijken. Ik vind het echt geweldig. Dat is natuurlijk super leuk. En ik ga nu weer in de focusmodus. Zoals als er mensen vragen die nieuw in de stream komen in de chat. Van waarom zegt hij niks? Dat komt doordat ik me focus. We gaan weer proberen de tegenstander te overrompelen met die 4-2-4. Oh. Ja, weer bijna. Ramos. Kom op. Ja! Ja! Daar is die! Woe! Golazo! Naar de finale! Weer werkt het. 4-2-4. Overrompelingstactiek. Wat fucking goed. Hoppa! Door naar de finale, jongens. Jullie zijn strijders. Jullie zijn fantastisch. Hoe het kanaal van Wyatt heet, ik weet niet of hij echt een YouTube-kanaal heeft. Bamos. Strijden noemen we dat. We zijn naar de finale van de Gamer Cup. Fantastisch, jongens. Echt fantastisch. Supermooi. En jullie zijn allemaal getuigen van. Allemaal abonnees, alle strijders, jongens. Echt fantastisch. Gisteren de 10.000 subs.
Vandaag finale is alleen online toernooi met zoveel mensen die kijken al zo lang. Want deze stream duurt nu 1 uur en een kwartier, maar hiervoor was ik al 2 uur aan het streamen. En dat was de groepsfase en Futties Cup. Och, och, och. Ik zie hier weer iemand, Seb Kamer. Koen, ik ben nu geabonneerd. Jullie zijn fantastisch. Jorik Zuidweg, je bent kapot goed. Een paar keer Nederlands kampioen. En nu dus finale. Even kijken tegen wie. Waarschijnlijk moet ik weer tegen Quinten. Uit dezelfde pool dus. Oh, zij moeten nog spelen. Oh nee, ze moeten niet spelen. Even kijken. Oh. Heerlijk, heerlijk. Finale is bereikt. Wat fantastisch. Wat fantastisch. Ik moet heel eventjes een paar appjes gaan sturen. Maar wat geweldig dat jullie allemaal kijken, jongens. Supermooi. Haal maar af allemaal weer wat te drinken, wat te eten. Zorg dat er een lekker muziekje op staat voor straks. Want ik ga tijdens de finale al helemaal geen woord zeggen. Even kijken. Een vriend van mij, Renno, die jullie laatst in de livestream zagen. Die vraagt of ik langs wil komen. Ik heb al een paar uur niet gereageerd op zijn appies. Die is blijkbaar niet aan het kijken. Maar we gaan straks dus de finale spelen, jongens. De finale van de Gamer Cup. Blijf hangen, dit wil je echt niet missen. Wat was dit een toernooi al? Echt, wat was het toernooi? Geen pot verloren nog. In de poolfase ging het allemaal super. En ik speel met 5 verdedigers. Ja, Joma op een driewieler zegt, 50 euro is wel weinig als je een hele cup moet spelen. Ben ik het mee eens? 50 euro is het eigenlijk misschien net niet waard. Maar het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk om te doen. Ik vind het ook alleen maar leuk om voor jullie te streamen. Even kijken hoor. En Quinten, die gaat het denk ik ook wel halen. De finale. We zijn bijna klaar als het goed is, hoor ik van de admin. Even kijken. Heel eventjes iemand van werk bellen. Ja jongens, we gaan zo die finale spelen. Dus blijf hangen of schakel straks weer in. Over 5 of 10 minuutjes denk ik gaat die finale beginnen. Ik moet heel eventjes iemand op de hoogte houden. Oké, die neemt niet op. Nou, dan niet. Opgehangen. Goed jongens, ja, pak even, zorg even dat je er klaar voor zit. We gaan zo spelen. Moet morgen werken, maar ik blijf, zegt Powershot. Fantastisch. Ik kies gewoon weer Barça, jongens. Ik begin gewoon weer met Barça 5 verdedigers. Ik begin gewoon met 4-5 verdedigers. Als ik goal de goal moet, dan ga ik voor die overrompeling tactiek. Gewoon 4-2-4 Real. Het werkt tot nu toe echt fantastisch. Echt fantastisch. En morgen ga ik denk ik rond 3-4 uur streamen. Houd even in de gaten. Ik kan geen muziek achter aanzetten, want dan... sorry, kijk, even Ajax Amsterdam 21, waarom negeer je mijn vraag? Sorry, ik zie niet alles voorbij komen. Wat heb je gevraagd? AFC Ajax Amsterdam 21. Oh hier, Koen, gaan we dit jaar wel kampioen worden? Hoe denk jij erover? En wie gaat het maken bij Ajax? Ik vind het lastig. PSV is ook wel weer erg sterk. Maar ik hoop natuurlijk inderdaad dat Ajax kampioen wordt. Ik ben ook voor Ajax. Ronald Loa zegt, ik ga je pet kopen als je mijn naam zegt. En ook als je hem niet zegt. Fantastisch jongen. Zeker kopen. Het is echt een heerlijk petje. Daan Banaan, nee, morgen doe ik deze cup niet. Dan is hij er niet namelijk. En Vitesse Arnhem, je kunt gewoon meedoen door je in te schrijven. Ga naar die site. Linkje staat in mijn beschrijving. En dan kun je gewoon inschrijven voor de volgende. Bjorn Velstra zegt, kom voor 100 euro tegen mij. Als je tegen mij hebt, mail me eventjes of stuur me even een berichtje op Instagram. Je kunt hier gewoon langskomen op kantoor. Dan spelen we voor 100 euro een best of 3. En ik wil zeker inderdaad nog een keertje tegen Koen spelen van de bank zitten. Sorry, ik weet even niet meer wie het vroeg. Ik probeer jullie vragen een beetje te beantwoorden. Maar goed, de stream duurt nu al... Deze duurt 1 uur 20 en daarvoor al 2 uur. Dus we zijn al 3,5 uur aan het streamen. Straks wordt een hele moeilijke pot. Want we moeten denk ik tegen Quinten... Oh, ze moeten golden goal nog. Oké, okay, dus dat... Dat duurt nog eventjes. Wij moesten ook goal en goal. Maar wat was het dan een lekker toernooitje, jongens. Jullie kunnen dit allemaal terugzien. Jullie kunnen de groepsfase sowieso al terugzien. Die staat nu denk ik al op mijn kanaal. Dat ga ik eventjes checken. En dit komt ook gewoon weer als video op mijn kanaal.
Even kijken, staat hij er? Ja, die groepsfase die staat er. Staat erop. Ik ga die heel eventjes aanpassen, die titel. Hier staat Live Gamer Cup toernooi. Even kijken, Live Gamer Cup groepsfase plus Futties Cup Kono Plianka. Dat is hem. Hartstikke idee. Dat is die. Dus die kunnen jullie al checken, jongens. En dit komt natuurlijk ook allemaal gewoon op mijn kanaal. De finale gaat straks beginnen. Ze moeten... Dit zijn geen iPhone-oortjes, nee. Of wel? Nee, het zijn Samsung-oortjes. En... ik moet naar bed, zegt Quinten en Held. Jammer, jongen. Jammer, jongen. Ik snap het. Het is al laat. Ahmed Games zegt, cool, wat vind je belangrijk? FIFA of je fans? Oeh, dat is een lastige vraag. Ja, het gaat eigenlijk niet echt zonder elkaar. Ik bedoel, ik... YouTube-kanaal FIFA, kan niet echt bestaan zonder mijn fans. Maar ja, mijn fans die zouden er ook niet zijn zonder FIFA. Dus dat is een lastige vraag. Goed, uiteindelijk doe ik het voor jullie en voor mezelf, dat ik het leuk vind. Het is een lastige vraag. Maar tuurlijk zijn jullie heel erg belangrijk voor mij. Absoluut. Absoluut. Voorkant, dankjewel. Wat voor mobiel heb je, zegt Vin van de Abbele. Ik heb nu nog een Samsung S5. Binnenkort mag ik geloof ik weer een nieuw uitzoeken. Dus dat is heel lekker. Even kijken. Quinten, die app me nu. Hij is nu nog halve finale. Hij zegt dat de tegenstander echt fucking goed is. Ze moeten nu dus golden goal. Ik laat hem even weten dat jullie allemaal zitten te wachten. Go man. Mijn kijkers wachten. Even kijken, kan ik dat aan jullie laten zien? Ik weet niet of jullie dat ziet in beeld. Ik ga het even checken. Kunnen jullie dat lezen? Ik denk het wel, hè? Hier. Succes pakken. Go man, mijn kijkers wachten. Hij zegt, ga mijn best doen. Dus, dat is Quinten. Dat is, dus mijn, dat is ook degene die dus in de poolfase boven me is geëindigd op doelsaldo. We hadden allebei alles gewonnen en tegen elkaar speelden we gelijk. Finale komt er dus aan, jongens. Finale komt eraan. Finale, even kijken, Live Gamer Cup. Finale voor 100 euro. Dat zet ik eventjes in de titel. Jullie konden het zien, hè? Ja, lachen. Lachen. Ik ga inderdaad even die DM van mijn Instagram kijken, Sander. Dat zal ik zeker even doen. En ik ga dan ook lekker naar huis. Mijn lievelingsspeler van Ajax. Poeh, lastig. Ik denk toch dat ik dan moet gaan voor... wie is mijn lievelingsspeler van Ajax? Ik zeg dan toch, denk ik, Nouri. Ondanks dat hij nog niet is doorgebroken, maar het was ook super leuk dat hij hier was. Hij is een hele goede gast. Even kijken. We moeten nog even wachten, jongens. Sorry voor het saaie stukje van deze stream. De finale komt eraan. De anderhalve finale is nog bezig. Je kunt in de beschrijving het linkje checken. Daar zie je het toernooiverloop. Je kunt op mijn kanaal al de video bekijken van de groepsfase van vandaag. En daar zit ook de Futties finale in voor Kono Plianka. Dit komt ook allemaal nog op het kanaal te staan straks. We moeten nu eventjes wachten. Nee, ik heb niet verloren, fucker boys. Ik heb niet verloren. We moeten even wachten op de anderhalve finale. Ze spelen nu goal de goal. Duurt allemaal eventjes. Zij spelen goal de goal en daarna gaan we de finale spelen. Ik zal ondertussen, wat zal ik doen, jongens? Even in die oefenarena, zal ik jullie een beetje bezighouden. Zal ik jullie gewoon eventjes wat vette skills laten zien? Je moet maar even zeggen welke jullie het vetst vinden. Ik zal eens eventjes wat dingetjes gaan doen. Ronaldo 5 sterren trucjes, dat is natuurlijk het leukst. Hop. En weet ik nou altijd wat ik doe? Die vraag krijg ik heel vaak. Ja, ik weet altijd wat ik doe. Ik weet alle trucjes uit mijn hoofd, dus dat is geen probleem. Even kijken, wat hebben we nog meer van moois? Deze hebben we. Hop. De Bolasi. En welke ook heel erg vet is. Die is best wel lastig. Die lukt mij zelfs niet altijd. Omdat het gewoon echt heel erg lastig is. Die naar boven. Hop. Ja, zie, nu lukt die dus niet. Kijk, dat is die chest flick. Die is echt lastig. Hop. Die naar boven, 3 keer drukken. Nee, dat lukt weer niet. Nu wel. En dan de volley. Ho! Lekker trucje is dat ook. We moeten nog even wachten op de golden goal. Maar dan gaan we zo naar de finale van Game Cup. Het was echt een lekker toernooi. Echt nog geen wedstrijd verloren. 2 keer moesten we een golden goal spelen in de knock-out fase. En ik speel het hele toernooi Barça 5 verdedigers. Maar bij die golden goals pak ik dus Real 4-2-4. En je ziet gewoon hoeveel kansen ik dan meteen creëer. Hoe dreigend ik gelijk ben. Ja, dan kun je je afvragen van waarom speel je niet meteen van het begin zo. Het is gewoon heel rigoureus. Het is gewoon super aanvallend.
En dat Barça 5-2-1-2 gaat ook gewoon super. Ik bedoel, ik heb nog bijna niet achter gestaan. Alleen in die achtste finale stond ik 3-1 achter. En toen trokken we het nog recht. Dus het gaat gewoon hartstikke lekker. En we beginnen gewoon straks weer met Barça 5 verdedigers. Even kijken, Bassie appt me. Heel veel luisteren wat Bassie te zeggen heeft. Ik hou me even bij de microfoon. Misschien dat jullie het kunnen... Oh nee, is niet voor iedereen bedoeld. Ik ga heel veel luisteren, wat zegt hij? Bassie zegt, ik hoop dat ik de finale pak. Daarna kan ik je laten zien dat ik beter ben. Lekker Bassie, ik heb hem even terug. Dus VV Bas, VVV. Hij wil even langskomen. Dat is wel leuk, toch? We moeten sowieso nog die video maken met die imitatie. Want we hadden 1000 likes op die video. Dus Bassie, die komt binnenkort weer even langs. Even kijken wat hij zegt. Koen, ik maak je kapot, jongen. Koen, ik maak je kapot, zegt hij. Ik doe het samen futter op, maar daarna geef je ook gewoon les. Hij zegt dat hij me weer les gaat geven. Sorry over dit saaie stukje van de stream, jongens. Het is even niet anders. We moeten even wachten op die finale. Mijn tegenstanders, de anderhalve finale is nu bezig. Oké, Quinten heeft gewonnen. Lekker, hij heeft golden goal gepakt. Dus de finale gaat nu beginnen, jongens. Stay tuned. Het is een herhaling van de laatste groepsfase pot. Ik ga hem nu uitnodigen. Nee, niet koopseizoenen. Andere natuurlijk. Online vriendschappelijk moet ik hebben. Wat duurt de stream weer heerlijk lang. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Jullie zijn in elk geval echt weer met superveel mensen aan het kijken. Dat vind ik echt superleuk. Tegen Quint. In de groepsfase speelden we gelijk. Wat was het spannend. Het zou zomaar weer eens een gelijkspelletje kunnen worden. Ja, hij had ook weinig kansen. We hadden allebei weinig kansen. Ik ga Barça pakken. Bassie zegt, ik ben binnenkort toch in Amsterdam. Perfect. Oké, lekker Bassie. Perfect, jongen. Ik zie je binnenkort sowieso. Maar ik moet nu finale spelen, dus ik spreek je snel, ja? Thanks voor je support, jongen. En thanks dat je de chat even lekker bezig hield toen ik aan het spelen was. Vamos. Dat is VV Bas VV. Mijn matie. Goed, we gaan zo beginnen. Ik denk dat Quinten zo komt joinen. Wacht, ik ga eventjes een Instagram postje doen natuurlijk. En hoe ga ik dat doen? Ik ga eventjes een foto maken van de stream. Dat gaan we even doen. Even kijken, hoe gaan we dit doen? We gaan het even snappen. Natuurlijk. Deze pakken we dan eventjes. Hop, live dashboard. Thanks jongens, thanks voor jullie support. Ik ga hier eventjes. Check nu live finale voor 100 euro. YouTube.com. En dan, wat is het eigenlijk jongens? Waar checken jullie het eigenlijk allemaal? YouTube.com/Koen Weiland gewoon. Of moet je dan ook nog naar een van de live menu? Ik weet het zelf niet eens, dat is best apart hè. Oké, daar gaat hij. Hops. Toegevoegd aan mijn verhaal. Jongens, had ik me nog niet op Snapchat. Voeg me sowieso even toe. Is gewoon Koen Weiland, mijn Snapchat. Voeg me even toe. Ik zet hem hieronder. En ook op Instagram is ook Koen Weiland. Daar zet ik het ook eventjes. Even kijken, is Quinty er? Kijken. YouTube.com/Koen Weiland. Quinty gaat het ook even delen. Jordi Hermanissen, ik wil je naam wel even zeggen. Goed. Ik moet even Facebook en Instagram postje eigenlijk maken, jongens. Hoe gaan we dat doen? Even deze. Of misschien... Nee, even kijken. Ik kan deze groot scherm doen. Ja, ik doe deze even groot scherm. Oké. Okay. ja, download. Hopsatee. Quint groot scherm. Het duurt eventjes jongens, het duurt eventjes. Maar dan krijg je ook wat. Quinten die gaat zo joinen. En dan gaan we de finale spelen. Even kijken, hoe kan ik deze nou weer draaien dan op Instagram. Dat is toch ook weer drama, hè? Even kijken. Dan moet ik hem zeker weer eerst in mijn telefoon, in mijn galerij draaien. Quinten komt er zo aan. En dan gaan we de finale spelen. Ik ben er al, ik heb hem al uitgenodigd zoals jullie zien. Hij moet nog even joinen.
Even kijken. Waar staat mijn Snapchat gallery? Hier zo. Even kijken, bewerken. Linksom draaien. Perfect. Had ze een idee. Dan knal ik hem op Instagram. Instagram. Pim Bast is er ook weer. Perfect. 480 kijkers, jongens. Jullie gaan straks allemaal zien hoe ik de finale ga spelen. De finale van Gamer Cup. Volgende. Had ze een idee. Ik plaats het even op Insta. Volg je me nog niet op Insta, doe dat even. @KoenWeiland. @KoenWeiland, daar kun je me volgen. Hops. Check nu youtube.com/KoenWeiland. Wat gaan we erbij zetten? Even kijken. Live finale. Gamer Cup. Voor 100 euro. Ja jongens, het duurt allemaal eventjes. Het spijt me zeer. Zorg even dat je allemaal te drinken hebt, te eten. We gaan zo echt, los. Oké. Dit wordt Quinten van de Most. Dat is zijn ding. Ja, oh, dat is meteen goed. Perfect. Oké. Gamer Cup tag ik eventjes. Dat is allemaal wel zo netjes. Hartstikke idee. Perfecto. Ja, hij is er jongens. We gaan spelen. We gaan los. Oh nee, niet annuleren. We gaan los. Helemaal goud. En op Facebook moet ik het eigenlijk ook even zetten natuurlijk. Op mijn Facebookpagina. Goed, komt wel goed. Hij heeft me vermeld. Kijken. Delen. Hop. Check nu live de finale van Gamer Cup. Zo jongens, ik ben even de Facebook post aan het maken. Hops, die staat er ook op. Team management hebben we nog 40 seconden voor. Oké, nu weer vol in de focus modus. Quinten en ik waren duidelijk de twee beste van vandaag. Allebei in dezelfde pool. En nu dus allebei de finale gehaald. Hoe lekker is dat? Hopstee. Stream laten we trouwens zo. Tactiek laten we zo. Ik ben er wel klaar voor, jongens. Like even mijn post op Facebook. Like hem even op Instagram. Volg hem op Snapchat. Allemaal gewoon Koen Weiland. En super dat jullie allemaal kijken. Gewoon bijna 500 kijkers. En dat gaat waarschijnlijk nog eventjes oplopen. Als je niet meer kan checken, als je naar bed moet of wat dan ook. Je kunt dit allemaal terug gaan kijken. Het komt straks gewoon als hele video op het kanaal. Dus wees niet bang om alles weg te gaan. Maar we gaan beginnen, jongens. Heel toernooi gespeeld. Dat was het een lekker toernooi. En nu nog één keer vol die focus pakken. Nog één keer tegen Quinten van der Most. Nederlandse topspeler. Ik ga weinig zeggen. Als er mensen zijn in de chat straks die vragen waarom zegt hij helemaal niks. Jullie weten net wat je dan moet zeggen. Ik ben in de focusmodus. Strijders, allemaal bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie support. We gaan. Vamos. Los. Doet de stream het goed. De stream doet het goed. Daar gaan we. Oh, deze is het goed. Oké dan. Messi! Eerste gevaar al. Ah, net geen schot. Oké, dat had ik niet daar verwacht, maar dat gaat goed. Mascherano. Dat gaat niet aan. Rakitic. Oh, prachtig gespeeld dit door Quinten. Naar Busquets, de sloper daar.
in de verdediging gezet. En volgens Logis pakt het goed uit. Het was eigenlijk per ongeluk. Maar Gámez, nu ook het eerste gevaar voor Quinty. Allebei één kans gehad. Nogmaals, ik praat weinig. Het is de finale. Het gaat om geld. Het gaat om eer. Veel mensen die kijken. En veel mensen die het nog terug zullen zien. Gewoon in focus mode. Naar de bal. Ah, weer een goede actie van Quinten hoor. Bewijst toch ook dat hij gewoon echt een topspeler is. Tweede goede actie in korte tijd. Oké dan. In de pool was het dus 0-0 tussen ons. Matig, kom op. Even naar voren dat ding. Gewoon even naar Neymar. Nee, is het een pingel? Oh, dat meen je niet. Goeie actie van Quint, dat wel. Lekker, ik heb hem. Ik wist dat hij dat ging doen gewoon. Dus nog steeds 0-0. Ik vond het ook een hele lichte overtreding, als ik heel eerlijk ben. Goed, een pingel is een pingel, maar... We leven gewoon nog. Bij 1-0 ook, maar... Dan was het heel moeilijk geweest tegen Quinten. Kom op. Goed, Iniesta. Heel sterk. Neymar met de actie. Oké, goed ertussen gezeten. Oeh. Goed, Daniel, dat is sterk. Hey. Kan. Maar daardoor nu wel wat ruimte, eindelijk. Want na die eerste goede actie zijn we bijna niet meer voor de goal geweest. Het moet 1-0 zijn. Neymar, het is 1-0! Vamos! Finale, 1-0 voor. Heerlijk, jongens. Tweede momentje voor de goalpas. En die paas, eigenlijk raar dat hij goed gaat. Misschien dat hij net switchte van verdediger, dat hij er daarom niet tussen zit. Maar één ding is belangrijk en dat is dat het 1-0 is. En dus hoeven we het nu eigenlijk alleen nog maar helemaal dicht te gooien. En dat doen we gewoon, dat proberen we gewoon, maar nu uitkijken. Want hij bent helemaal weer dichtbij. Oef, wat een finale. Finale, penalty gestopt. Nu op 1-0. Maar wat is Quinten sterk. Dat bewijst hij maar. Goed, Rakitic. Geen bij het spel, denk ik. Oef. Messi, neem maar mee. Neem maar mee. Prima. Is goed genoeg. Goed genoeg van Iniesta. Hey, waarom hak je dan? Goed. Ook goed, raak ik iets sterker nog. Nog sterker, goed. Ja, prima verdedigd weer, jongens. Heerlijk. De tactiek van vijf verdedigers pakt gewoon goed uit. Het is Duits. Het is vies. Oh, daar lag ruimte.
We moeten heel zorgvuldig aanvallen. En nu doen we dat goed. Met een gelukje misschien bij Suarez. Suarez! Oh, komt er net niet langs. Het scheelt het. Benzema. We zitten ertussen. 600 kijkers, jongens. Een absolute piek van vanavond. Fantastisch dat jullie allemaal kijken. Voor mensen die laten inschakelen. Dit is dus de finale van Gamer Cup. En dan vliegt deze binnen. Danilo met links. Oh, wat lukt. Ik kan niet anders zeggen. Maar voor het spelbeeld is het misschien wel verdiend dat het 1-1 staat. Zo eerlijk moet ik ook meteen zijn. Rare goal, zeg. Hele rare goal. En nu uitkijken. Slecht balverlies. Goed. Heerlijke paas, zeg. Oeh, en dan is het net rust. Oké, maar spannende finale, zeg. 1-1. Ik speel tegen een van de beste spelers van Nederland, Quinten van der Most. Veel toernooi gespeeld dit jaar. En je ziet dat hij heeft meer kansen gehad. Hij is dominant. Penalty gemist. Maar het gaat niet zo slecht. De statistieken zijn iets vertekenender dan dat het eigenlijk... Ja, lekkere goal van Quinten, lees ik. Het was een hele gestoorde goal. Een hele gestoorde goal. Danilo met links van afstand. Maar natuurlijk nog niks aan de hand. Maar natuurlijk, vijf verdedigers is lelijk. Ik zie het. Ik weet het. Maar de winst is belangrijk. En die vijf verdedigers hebben wel tot aan de finale laten komen in dit toernooi. En het gaat om geld. En om eer. Dit is goed. Dit niet. Raak het iets weer opgestaan. En nu er gewoon erin gooien, natuurlijk. Ah, komt net niet bij Neymar. En nu hij weer. Goede paas, denk ik, maar Dani Alves moet ik toch net afleggen daar in de lucht. Kom op, focus, focus. Oh, die paas, schitterende paas. Ho. Kom ik goed weg. Ongelooflijk dat die paas. Oh, wat doe ik? Dit is slecht, dit is slecht, dit is slecht. Dit is slecht. Oh. Zo, goed moment van Quinten, zeg. Wat komt hij er daar snel uit ineens? Uitstekende speler. Daar gaan we weer. Natuurlijk, Daniel. Schiet maar van jou. Hij wil niet mee verdedigen. En dus, ben je nu los? Kom op. Maar goed verdedigd door Quinten. Die moet je hebben dan. Goed, prima. Mag je best een kaartje verpakken. Krijgt geen kaart. Nog beter. Wat is het spannend. Finale van Gamer Cup. Messi richting Neymar. Die is natuurlijk sneller dan Ramos. En die wint dit goed. Het sprintduel in elk geval. Maar op kracht. Ramos dan toch. Hoekschoppie. Hoekschoppie, hoekschoppie. Net niet afdraaiend genoeg. Ik denk ik doe het een keertje niet kort. Maar aanspraak is bijna altijd kort. Oh, Mascherano verliest hem van Bill. En dan. Dit is echt een typische corner counter. Dat zijn de gevaarlijkste van het hele spel eigenlijk. En dan komt hij bij de tweede paal erin. Oh, je komt heel goed weg, zeg. Oh, wat komen we hier goed weg. Ik ben eerlijk genoeg om dat toe te geven. Neymar, nu de goede beweging. En dus, bij de counter. Nee, nee, nee. Quinten heeft nu toch wel de overhand in de wedstrijd. Maar de stand is 1-1. En dus maken we gewoon allebei nog maar eens voor kans. Kom on. Lekker Rakitic aan de actie, zeg. Net te moeilijk. Oeh, ja, prima overtreding. Pak het kaartje maar. Er is niks mis mee. Niks mis mee. Jullie zijn al bijna met 700 kijkers, jongens. Een absoluut record op mijn YouTube-kanaal. Voor wat betreft livestreams. Busquets winnen? Nee. Oké, lekker. Busquets, of Piqué dan natuurlijk. Ingooitje voor ons.
Er is natuurlijk nog niks beslist. Maar we zijn wel een paar keer goed weggekomen in deze wedstrijd. Zo eerlijk moet je zijn. Messi. Die moest naar Suarez. Of niet naar Suarez, naar Rakitic. Die zal nou lang naar Van Alden gaan. Nee, naar Benzema. En weer wint hij dat in de lucht. Die wint mij iets te veel kopduels wat dat mij betreft. Ja, Piqué is voor een goede wedstrijd. Kom op. Juist. Oh, oh, oh. Goeie actie van Quinten, zeg. Oh, wat komen we weer goed weg. Ik heb een engeltje op de lat vandaag. Ja, goede goal. Het is verdiend. Het is verdiend. Quinten speelt heel goed. En nu moeten we wel alles op de aanval gooien. Het is verdiend. De pool nog 0-0. Nu is hij toch net even wat te sterk. Maar we geven uiteraard nog niet op. Alles op alles. Vidal, Messi, Suarez, Neymar, Rakitic, Alba. Kijken hoe we dit gaan doen. Rakitic laat staan. Touran. Even kijken. Ja, ik laat het nog even zo staan. Oeh. We moeten wel. Alles op de aanval. En reken maar dat Quinten nu de pot dicht timmert. Dit wordt alles of niks. Het wordt of 2-2 of 3-1 waarschijnlijk. Maar ik moet wel. En het is verdiend. Zo eerlijk moet je zijn. Ik moet die focus nog heel even behouden. Niet te veel gaan praten eigenlijk. Tuurlijk jongens, ik blijf strijden. Zeker weten. Maar Quinten is inderdaad in deze wedstrijd beter. Speelt veel beter ook dan in de poolwedstrijd, moet ik zeggen. Maar ik ga er nog één keer voor, jongens. Ik ga alles op alles. Eerst aanvallend en straks eventueel het aanvallend. Oké, lekker. Belangrijk dat je daartussen zit. Kom op, Luis. Nee, net niet. Maar... En dan? Schot geblokt. Kom maar, blijf zo aanvallend spelen. Meteen toch wat gevaar. Messi, goede actie. Arda. Weer een hoekschop. Nee, net niet. Houd hem binnen. Ah, dit is een goede actie. Lekkere korte corner. Arda, alsjeblieft. Heel slecht moment. En nu? Oh, komt hij net niet goed. Ai, ai, ai. Winnen. Nee, wint het niet. En dan de kans op 3-1 nu voor Quinten om het te beslissen, de finale. Goed verdedigd. Krijg nog één kansje. Ik moet nu alles op de aanval gooien. Quinten gaat dit slim uitspelen, uiteraard. Kom op. Messi, ja, lekker. Dat is goed. En dus kunnen we er misschien uit. Naar die corner, nee. Snel pakken dat ding. Alex Vidal. Nog één kans. Natuurlijk. Mascherano dan. Mascherano. Ai. Goed verdedigd door Quinten op het laatste moment. Daar was nog even de kans. Misschien moet je concluderen dat we iets te verdedigend hebben gespeeld in deze wedstrijd. Maar dat is Quinten afgedwongen. Ik heb het heel bewust gedaan. Het ging het hele toernooi goed. Nog één kansje krijgen we. 3 minuten blessuretijd. Ja. Niet zo dom gaan doen. Kom op, we krijgen nog één kansje, denk ik. Alex Vidal, strak ingespeeld. Nee. Goed ervoor gekomen. Dan is het bijna klaar. Misschien dat we nog één keer kunnen. Nee, het zit erop, jongens. Heel goed toernooi gespeeld. En wat hebben jullie massaal gekeken. Het was echt een heerlijk toernooitje. Grote namen uitgeschakeld. Mooie uitslagen neergezet. Maar Quinten, jongen, gefeliciteerd maatje met de overwinning. Je hebt het verdiend over het hele toernooi. Ook jij hebt hele goede spelers uitgeschakeld. En de overwinning is terecht. Deze pot was je gewoon net iets te sterk. We doen snel revanche. Jongens, allemaal onwijs bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie support.
Ik ben heel ver gekomen. Ik heb weer bewezen dat ik tot de Nederlandse top hoor. Maar deze pot was Quint net even een maatje te groot. Jongens, ik zie jullie heel graag bij de volgende livestream. Morgen natuurlijk weer een Futties Cup video online. En laat op de middag een video, een livestream. Een Fut Draft livestream met Maurits, goede vriend van me. Nogmaals bedankt jongens. Vergeet niet even een like hier achter te laten. Zeker als deze video straks online staat. Like hem gewoon eventjes. Heb je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker. We zijn gisteren over de 10.000 abonnees gegaan in een maandje ongeveer. Dus vergeet dat niet te doen. Oh, is het best op 3? Dat zal toch niet? Yo, Bas. Oh. Is het best op 3? Dat zal helemaal lachen zijn. Oh, dat zal helemaal droog. Yo, Bas. Hoor je me? Oh, dat zou helemaal droog zijn. Dan is het nog niet eens klaar, jongens. Dan gaan we nog even door. Is het best op 3? Oh, dat is ook... Dat is... Oké, jongens. Het is best op 3. We liggen er nog. We zijn nog niet klaar. Ik dacht dat het al voorbij was. Goed, dan moeten we gewoon nog een keertje. Oké, lachen. Dit is wel echt een heel mooi moment. Joe, jongens, we gaan nog even spelen. Yo, Bas. Oh, kid. Oké, dan. Jongens, we moeten nog even door. Welk team zou ik pakken? Zal ik hetzelfde doen? Ik ga denk ik nu gewoon met Real Madrid spelen. Het is gewoon best of 3. Ik wist het niet eens. Ik dacht, het hele toernooi is gewoon best of 1. Hij was zeker beter, jongens. Deze pot is al veel mensen weg. Het is gewoon best of 3. Ik had geen idee. Top. Nou, dan is het nog. Dan moeten we gewoon nog even door. Dan moeten we gewoon nog even door. En heel graag ook, natuurlijk. Zolang we kans maken, gaan we ervoor. Oké, dan. Dan is er nog helemaal niks aan de hand, jongens. We gaan er gewoon voor. Als we deze pot winnen, staat het gewoon gelijk. Ik pak Real. Ik ben in de witte shirts. Gaan we 4-2-4? Nee, we gaan geen 4-2-4 doen, denk ik. We gaan wel 4-2-4 doen. We kunnen dat doen. Twijfel. Ik denk dat ik... Nee, dat doe ik. Speel ik nooit. Deze ga ik doen. Ik ga deze 4-3-3 met twee chappies net achter de spits. En dan beginnen we even met Kroos. GC nemen we mee. Die kunnen we er snel in gooien. Dit is top. Oh, dan wordt het echt een latertje. Dan laten we het gewoon zo staan. Instructies. Oh, kijken. Naar... Nee, deze moet ik hebben. Achter de linies kruipen. Perfect. Het is dus gewoon best op 3, jongens. Ik dacht dat ik al had verloren de finale. Quinten speelde goed de eerste pot, maar er is dus nog niks verloren. We gaan nu gewoon door. En de finale is nog steeds bezig. Ja, er zijn heel veel kijkers afgehaakt en ik snap het. Maar het is dus best op 3, dus we leven nog. We leven nog en we moeten gewoon nog even door. Oké. Oké dan. Kom maar jongens, blijf hangen. Dit is dus de tweede pot, eerste pot. Ja, heel veel kijkers. Ik vind het gek, ik had de stream eigenlijk al afgesloten. Goed, kom op. Gewoon weer in die focus. Als we deze pot winnen, staat het gewoon gelijk. Dus dit gewoon weer zien alsof het 0-0 staat. Dat is het mentale spelletje dat je moet winnen. Bill? Eerste kansje. Kom aan, we gaan lekker iets aanvallende spelen. Geen 5 verdedigers. Gewoon volle bak. We beginnen dus met 4-3-2-1. Een soort van Modric. Geen buitenspel voor Kroos. Jammer. We spelen nu gewoon vol op de aanval. Niks te verliezen. Ik dacht toch wel dat ik had verloren. Wat dat betreft nu alle druk weg. En nu hij, eerste kans, geen buitenspel voor Ronaldo en het is 1-0 voor Quinty. Ja. Oké. Uit het niets. Goeie goal, goed afgemaakt. Kom op, we blijven strijden.
ik heb mis mijn cello. Nee, heel slecht. Ik zeg heel weinig, jongens. Ik ben in de focus. De eerste pot is verloren in deze best of 3 finale van Gamer Cup. Ik dacht dat ik hem al had verloren, maar we leven dus nog. We leven nog, maar we staan wel weer 1-0 achter, dus het is zwaar. Luka Modric. Ah, oh, slecht. We waren wel even ver in de 16. Hey, ik was bij het spel, ik wou het zeggen. Lamme tegen de blinden, zegt Jan de Roo. Ja, het beste is er misschien wel een beetje vanaf. Het is moeilijk om weer in die focus te komen. Maar het is toch echt de finale van een heel hoog niveau toernooi. Maar het is inderdaad een gekke pot. Waarin meer fout gaat dan goed. Dat ben ik met je eens. Maar vergeet niet dat er ook gewoon goed wordt verdedigd door beide kanten. Waardoor het aanvallend misschien slecht lijkt. Lekkere goal, 1-1. We zijn gewoon back in business. Natuurlijk speel ik slecht. Ik weet het, jongens, jullie comments, jullie hebben gelijk. Ik speel niet goed. Maar onthoud, het is gewoon de finale. Deze pot staat weer gelijk. Dus is er gewoon nog hoop. Als we deze pot winnen, staan we helemaal gelijk in de finale. Want het is best of 3. De eerste pot is verloren. Komt hij weer met die Danilo. Niks aan de hand. Kom op. Natuurlijk kan het nog. Niks aan de hand in deze wedstrijd. Met Real Madrid gaat het toch lekker. Het hele toernooi eigenlijk al. Als ik elke keer als ik naar Real Madrid switch, maak ik snel een goal. Ja, het ligt overtreding, scheids. Gewoon een lekker lang balletje naar Van. Hey. Lekker Pepe. Ah, Quinten is ook niet in zijn best te doen nu deze pot. Dat is wel te zien. Oh, wat stom. Ik wilde die fake shot. Maar dat ging niet lekker. Dat hebben jullie allemaal gezien. De eerste pot is verloren, jongens, in deze best of 3 finale van Gamer Cup.
heel lang toernooi al gespeeld. We zijn al met al ruim 4 uur aan het streamen. Vanaf 7 uur. Dat is een lange zit. Maar heerlijke potten gespeeld. Jullie hebben veel kunnen zien. Oké, 1-1 met rust, jongens. Kom op, er is helemaal niks aan de hand. Ja, bal eroverheen, zegt Raymond Pieters. Maar ik speel niet graag lange ballen. Dat is op dit spel echt niet zo goed. Op de counter spelen, zeggen jullie allemaal. Heel goed dat jullie me nog supporten, jongens. Super. Kom op, jongens. We zijn een team strijden, jullie weten het. Best of 3. Dus ik dacht gewoon dat het 1 pot was, die finale. Ongelooflijk. En wat is Bassi aan het doen? Bassie met een hele mooie Instagram post. Oké, kom op. Kom op. Op de counter, ja, komt goed. Staat prima zo. Lekker kan van gal. Dit is een goede actie. Dit is heel goed tussendoor gespeeld. Bill, nu het schot. Bill, lange hoek. Ai, net naast. Met een beetje geluk vliegt zo'n bal binnen. Had niet van richting veranderd blijkbaar, zo zag het er even uit. Misschien door mijn eigen speler. Hele goede actie van Quinten zeg. Schitterende goal. Schitterende goal, kan niet anders zeggen. Heel moeilijk te verdedigen. Erg lekker hoor. Kom op man. We blijven ervoor gaan. We blijven strijden, dat weten jullie. En volgens nog dus de eerste pot 2 verloren en nu weer 2-1 achter. Kom op. De focus. Oh, zo irritant ingegooid. Niks aan de hand, scheids, joh. Normaal, man. Hij plukt hem eruit. Dit was eindelijk weer eens een goede aanval. Benzema, zo, lekker tussendoor zeg. Ah, kom op, we leven gewoon nog. Hou het geloof, hou het vertrouwen. Kan altijd nog. Het is ook echt zieke jeuk aan mijn neus, heb jullie zien het. Lekker ingrijp. Ik sta achter jongens, beste kijkers, beste strijders. Eerste pot 2-1 verloren, nu weer 2-1 achter tegen Quinten, een van de betere spelers van Nederland ook. Dat is zeker een Nederlandse top. Kom op, een half uurtje nog. Ah, slecht, slecht, slecht. Het beste is er vanaf, jongens. Het beste is er vanaf en Quinten doet het goed. Oh, die moet hangen dan! Jezus, Koen, alsjeblieft. Dan moet je hem ook afmaken ook.
je die kans. Oh, wat ben je allemaal aan het doen, joh? Met je voetrolletje. Speel nou eens gewoon normaal. Ja, het is over, jongens. Het is over, het is over. Het is verdiend. Het beste is er vanaf. Maar wat was het een mooi toernooi. Wat hebben jullie allemaal fantastisch als echte strijders achter me gestaan. Quinten is zeker goed, jongens. Niet voor niks. Een van de betere spelers van Nederland op dit moment. Maar het is heerlijk dat ik gewoon weer een toernooi heb gespeeld. Dat ik weer heel ver ben gekomen. Laat zien dat ik tot de beste behoor. Maar Quinten is absoluut heel erg goed. Hij heeft het helemaal verdiend om deze finale te winnen. Ik ben benieuwd van welke pot jullie het meest hebben genoten, jongens. Want heel veel van jullie hebben echt een heel groot deel van de stream gezien. En het zat in deze finale net mee. Ik dacht dat ik na die eerste pot al had verloren. Maar best op 3 dus. Maar deze pot... En eigenlijk de vorige ook. De finale is Quinten toch net even iets sterk gebleken. En dat doet hij natuurlijk uitstekend. Misschien dat hij ook ooit Nederlands kampioen kan worden. Je weet het nooit. Hij is nog jong. Dus misschien dat hij in mijn voetspoor gaat treden. Dat zou zeker kunnen. Het is iemand die heel veel heeft gespeeld. Dit jaar heel veel toernooien heeft gespeeld. Veel meer dan ik. En ook heel vaak vers gekomen. Dus het is niet voor niks, jongens. Als je echt veel speelt, goed je best doet en doorzettingsvermogen hebt. Want bij Quinten ging het natuurlijk ook lang niet altijd goed. Ik heb hem ook wel eens verslagen. Hij is ook wel eens vroeg eruit gegaan. Maar als je doorzettingsvermogen hebt, dat laat hij ook zien. Dan pak je uiteindelijk je toernooien en dan behoor je standaard op een gegeven moment tot de betere. Daar draait het grotendeels om. Natuurlijk, talent, bereidheid om beter te worden en niet snel opgeven. En ik geef natuurlijk ook nog niet op, jongens. FIFA 17, dan ben ik er gewoon straks weer. Quinten is volgens mij 18 of zo, 19. Ik weet het niet zeker eigenlijk. Misschien nog wel jonger. Hij is een jonge jongen in elk geval. En die gaan jullie vaker terugzien op dit kanaal, geloof mij maar. Hij heeft zelf geen YouTube kanaal, maar... Tenminste, zover ik weet eigenlijk. Maar die ga ik hier nog wel een keertje uitnodigen om samen te spelen bijvoorbeeld. Of jullie zien nog potten tegen hem in andere toernooien. Want ik ga natuurlijk nog vaker toernooien livestreamen. Wat was het mooi vandaag. Echt geweldige potten, mooie comebacks. Tot de finale gekomen. Is natuurlijk super, jongens. Ik bedoel, deze finale speelde ik niet zo goed. Maar, en Quinten heel goed. Maar we hebben natuurlijk heel veel mooie potjes gespeeld. Heel veel goede spelers uitgeschakeld. Dat moet je niet vergeten. En natuurlijk wat geld gewonnen. €50 is niet veel, maar toch. Niet kleiner, niet eerd, zeggen ze dan. Heerlijk. Oh, had hij nog 5 moeten maken. Goed, dit was duidelijk. Het zit er volgens mij op. Nu dan echt. Het zit erop. Jongens, heel erg bedankt voor het kijken. Bedankt voor jullie steun. Ik zie jullie heel vaak graag de volgende keer weer. Geef deze video even een like. En tot bij de volgende livestream. Bedankt voor jullie steun nogmaals. Hier zijn strijders. Hopelijk volgende keer weer in de finale. Adios. Ciao.